In deze editie van onze Kitty Kotti-serie praten we met Rita Chinfu, nationale archivaris en directeur van het Nationaal Archief. We spreken haar over het doen van een stamboomonderzoek via het Nationaal Archief. Chinfu zegt dat voor het doen van stamboomonderzoek het Nationaal Archief de beste plek is, omdat zij over alle gegevens beschikt. Er worden daarbij verschillende bronnen geraadpleegd. Als er een genealogoloog of stamboomonderzoeker aanklopt met alleen een naam, worden ook zij gericht begeleid, zegt de directeur. Normaliter meld je aan bij de studiezaal en zij vragen dan direct, heeft u behalve uw eigen naam ook meer informatie? Bijvoorbeeld, heeft u een familieboek bij u? Want normaliter, in een familieboek wordt de naam van jouw vader toch opgeschreven en natuurlijk ook zijn vader, jouw opa dus, toch, zoon van. Toch? En dan worden de gegevens, zijn nummer, zijn registratienummer bij CBB ook opgetekend. Dus dat is voor ons belangrijk. Dan hebben we dus een aanknopingspunt. Neem je familieboek mee. Ook, misschien heb je nog ergens liggen van je opa of je oma. Neem alles mee wat je dus aan informatie hebt. Foto's zijn natuurlijk ook belangrijk. Meestal worden kanttekeningen gemaakt, achterop de foto, een datum en noem maar op. Dat is belangrijk. Als je die gegevens hebt, meld je hier aan. En dan kan de studiezaal medewerker je verder begeleiden. Chinfu zegt verder dat als Afro-Surinamers meer willen weten over hun achtergrond, dat geen probleem is. Er zijn zelfs stukken van voor 1863 bij het archief. Zij zegt dat veel tot slaafgemaakten vrij werden gemaakt door hun plantage-eigenaren. Soms gebeurde dat zelfs voor de afschaffing van de slavernij. Het komt wel eens voor dat door fouten bij het CBB mensen soms niet direct geholpen kunnen worden. De archiefvormer is dus de organisatie die dit product, die de archieven heeft gevormd en dat is CBB. En als we de mensen verwijzen naar hun, dan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die zoekt het dan verder uit. En we kunnen niet iedereen altijd helpen. Toch? En je merkte al, soms is de informatie niet aanwezig, maar je hebt altijd verschillende invalshoeken. Ga je direct naar de volkstelling, naar de slavenregister, ga je naar de documenten van over de manumissie of ga je dus de geboorteregisters raadplegen of de kranten. Okay. Het feit dat je naam misschien niet voorkomt hierin, in dit boek van Lamure, wil niet zeggen dat je misschien elders wel informatie kan vinden. Dus je moet je niet blind staren op één bron. Je moet zoveel mogelijk alle bronnen die het archief heeft, toch wel raadplegen. Er is veel interesse voor stamboomonderzoek, zegt de nationale archivaris. Vanwege de COVID-19-pandemie verloopt de dienstverlening een beetje stroef, maar dat weerhoudt mensen niet om op zoek te gaan naar informatie. Toevallig is de studiezaal nu leeg, maar tijdens gewoon een reguliere weekdag zijn het voornamelijk de genealogen, de stamboomonderzoekers, die hier in de studiezaal zitten. Urenlang zitten ze hier en voor de pandemie waren we ook op de dinsdagavond en zaterdagochtend open. Dan waren ze hier constant bezig. Vakantiegangers uit Nederland, die komen hier zitten tijdens hun vakantie om hun familiegeschiedenis uit te pluizen of te ontrafelen. Zulke gevallen hebben we ook meegemaakt. Dus die belangstelling is er. En we merken nu ook dat de jeugd ook vragen stelt. Toch, waar kom ik vandaan, uit welk district kom ik, waar ben ik geboren, uit welk deel van Afrika kom ik nou precies. Dus de jeugd begint ook wel eigenlijk de familiegeschiedenis interessant te vinden. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want je moet weten waar je vandaan komt als mens. Je identiteit is belangrijk voor jou. Rita Chinfu, nationale archivaris en directeur van het Nationaal Archief Suriname. Het volledige interview kunt u zien op onze Facebookpagina ATV Suriname.